de WK onder je huid kruipen. Ja, ja. En of op de kast jagen en in de gordijnen. Ja, daar kan hij zo aan meedoen. Die Tjeerd de Groot van D66. Maar hij heeft pech, ze worden dit jaar niet gehouden. Nee, nee. Want hij presteert het toch elke keer weer om mensen verschrikkelijk kwaad te maken. Ja, en hij heeft het in het verleden al gedaan. Alles over stikstof. En hij roept maar raak. En laat koolstof maar van die leuke proefballonnetjes los. Hup, en de veestapel halveren. Dat werkt, weet je wel. Gewoon, hup, roep maar raak. En weg met de boeren. En zoek het uit. En handtekening van LTO. Dus niks waard. En elke keer maar weer maakt hij iedereen kwaad. Nou, en nu in de Kamer is hij weer bezig. Ja, met het debat over dat geklapte landbouwakkoord. Ja, hij kreeg het weer voor elkaar om zelfs omzicht. Daar was hij even mee in debat. En toen gaf hij antwoord. Toen zei hij, oh, maar die omzicht, die is de zaal alweer uit. Nee, die was de zaal niet uit. Nee, die was er wel. En toen moest hij weer zijn excuus maken en hup, was weer gelijk een beetje vervelendigheid. En toen kwam Knulletje Klaver. Nou, en Knulletje Klaver, vrienden, jullie weten het, daar ben ik geen grote fan van. Nee, helemaal niet. Maar in dit geval kreeg hij wel mijn sympathie. Ja, want hij vroeg alleen maar, hij stelde een keurige vraag. Hij zei, ja, wanneer ga je nou eens een keertje met die politieke partners van jou, ga je eens houden aan het coalitieakkoord over 2030 en 2035. Daar ging het dan over. Nou, en daar ging hij draai, onze Tjeerd. En Tjeerd ging, oh ja, niet alleen draai. En ging de ene vervelende opmerking na de andere, kreeg die Klaver naar zijn hoofd. Nou, werkelijk, te gek voor woorden gewoon. Zomaar, uit het niks begon hij om zich heen te slaan. Dat is knettergek gewoon. En ja, je moet er terugkijken. Ja, dat is wel ergens te vinden nog op internet. Dat is werkelijk onvoorstelbaar. Die Tjeerd de Groot en die Klaver, die hield zich rustig. Ja, en die bleef maar staan. Ja, maar ik krijg geen antwoord op mijn vraag. En dan ging hij weer tekeer. Ja, jij met je grote broeken aan en jij praatjes en jij wil dit en zus en zo. En die Klaver zit altijd te vervelen. En ging maar door. En uiteindelijk werd die Tjeerd de Groot ook door de hele kamer uitgelachen. Nou, het was een vertoning. Maar goed, er is geen WK onder de huid kruipen. Nee, en ook niet in de gordijnen jagen. Maar Tjeerd de Groot krijgt van mij toch een prijs. Ja, hij is in Den Haag de allergrootste badjas.